Rins Dijkhuis, de laatste minuut van de wedstrijd valt hij alsnog binnen voor de Graafschap. Is dat een beetje hoe het seizoen tot nu toe verloopt voor Ajax? Ja, voor mij moeten we door die zure appel heen. En, ook dit moeten we incasseren. Het voelt onrechtvaardig. Ja, dat telt niet. Als je zoveel dingen goed doet, dan is het heel zuur dat het eigenlijk ook een beetje onverdiend is dat hun nog goal maken. Want als ze hun kans op kans krijgen met een man meer, dan heb je er vrede mee. Maar dat was absoluut niet het geval. Ze hadden eigenlijk op dat moment eigenlijk niet veel ideeën meer. Ze schoten veel ballen uit, veel afstandsschoten. We stonden eigenlijk hartstikke goed tot dat ene momentje. Het leek een punt op te leveren, maar dan toch gaat het toch weer mis. Ja, helaas kleeft het toch een beetje aan ons. Dat we dat toch niet vol kunnen houden. Ook als je die eerste goal ziet, ja, een bal verrichten van dan valt het zomaar weer binnen bij ons. Dus wat dat betreft kleeft het echt aan ons. Maar ja, we zullen ermee moeten leren leven op dit moment. Maar ik heb wel heel veel goede dingen gezien. Ja, en dan is dat rare moment na 24 minuten met Brandon die moet vertrekken. Ja, een slecht moment van Brandon. Hij stond aan de buitenkant te dekken. En moet dan zijn man laten lopen en maakt dan ook nog een lelijke overtreding. En dat is zuur, dus dat kan ook zomaar eens nog een aantal wedstrijden schorsing opleveren. Dat is zuur, want ja, Brendan is een van mijn steunpilaren in het veld, dus ook dat nog ja. Dan kom je toch op 1-1 en dan staat het helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. Nee, goed en zelfs nog twee hele grote kansen. Met Reuven Niemeyer twee prima kansen gecreëerd. Met name de eerste, die gaat zo het zijnetje in, maar ging net naast. Dus wat ik zei, we stonden goed en speelden heel gedisciplineerd, gestructureerd. Veel over voor elkaar. Nou, dus dat waren de goede dingen. Alleen dat is extra zuur, met name voor de boys zelf, dat ze niet een puntje mee naar huis nemen. Eigenlijk heb je een keer een goed momentje nodig om uit deze fase te komen, lijkt het wel. Ja, dat lijkt er zeker wel op. Het zit heel dicht bij elkaar, je ziet de wedstrijden. Wij zijn echt niet veel minder als van de Graafschap van nu. Alleen de individuele kwaliteit geeft natuurlijk wel de doorslag. Hè. Hun hebben vorig jaar ook al heel vaak in de laatste minuut gewonnen. En dat is wel een kwaliteit die zij hebben. En veel power. Maar voetballend heb ik best goede dingen gezien in fase van mijn team. En dat biedt wel perspectief voor de komende weken.